pizza. Hoe was Parijs Fashion Week voor jullie? Ja, Parijs is leuk, zeg maar je bent daar met alleen maar Nederlanders. Oh, ja, ja, klopt. Ja. Snap je? Wij zitten hier, Daily Paper zit hier, man. Filling Pieces zit daar, ja. Olaf zit ernaast, TNO zit daar. Even kijken, wie heb je nog meer? Bonne, die zat hier. Zo heb je zo... Mason Garments was weer een stukje verder. Ja. Maar, en je hangt ook bijna alleen met Nederlanders, snap je? Ja, klopt. Je ontmoet wel gasten, je gaat wel langs winkels en zo. Maar kijk, je hebt Fashion Week is gewoon... De grootste shows van de wereld is Parijs. Want het, heel Parijs, zeg maar, is Fashion Week. Mm-hmm. Dus je kan echt niet aan die belangrijke dude, zeg maar... aan een van de Migos of weet ik wat, zeggen van... Hey, kom even langs de showroom. Oh, je wel trouwens. Mooi verhaal. Chris Brown. Wij zeggen tegen Chris Brown, kom even langs de showroom. Yeah. We hebben een avondje, dan organiseren we dat. Ja, is goed, zegt hij. Ging wel via een van zijn guys. Hij zei, ja, is goed, ik kom langs. Dus wij tegen dat bureau die avond organiseerde... zeggen van, ja, Chris Brown komt ook. Niet tegen iedereen zeggen, want we willen niet dat het die storm loopt. Maar... Je mag wel sneaky tegen af en toe wat mensen zeggen dat hij komt. Dus uiteindelijk, die avond komt. Wij staan daar op een gegeven moment. Dat was van 6 tot 9 of van 6 tot 10 of zo. Op een gegeven moment is het 8:30 en Chris Brown is nergens te bekennen. Op een gegeven moment, die gast, ik zeg, hey, wat de fuck is die dude, man? Laat hem komen. Ik zeg, iedereen is hier, zometeen gaat iedereen weg. Iedereen wordt onrustig, drank is op en zo. Ja, hij is ziek. Ik zeg, dude, hij kan niet ziek zijn. Ik zeg, want we zagen hem gisteren nog in de club. Yeah. Hoe bedoel je ziek? Nee, hij is ziek. Wacht, ik ga even checken. Worden we binnen 10 minuten teruggebeld. Hij zegt, kom naar het hotel. Dan gaan we met z'n allen naar de showroom. Yeah. Ik wilde eigenlijk al mijn jongens niet achterlaten. Maar hij zegt, ja, weet je wat, we gaan gewoon en we zien het daar wel. Wij naar het hotel. Zitten we in de lobby te wachten. Samen met Ali, weer de fotograaf en de stagiaire van Ali. Zegt hij, oké, kom. We gaan naar boven. Wij zeggen, ja, dude, laat hem komen naar beneden. We zitten hier al te wachten. De bus staat voor. Laten we in één keer doorrijden. Nee. Hij is nog ziek, maar misschien is hij zometeen niet ziek. Ja. Fucking vaag. Dus wij zo... Toen gingen we eerst naar een andere kamer. Kamer packed met gasten. Smoken op de gang. Ik denk 2 verdiepingen beneden rook je al gewoon keihard wiet en zo. Kwamen we daar, zaten 20 gasten op bed. 1 zat gewoon met zijn shirt uit. Hij was echt een massieve dude. Zat met zijn shirt uit, de rest zat te smoken zo. En iedereen zat met elkaar te praten. En wij zaten daar zo, hey, what the fuck zijn we hier aan het doen? Dus ik zei tegen die dude, zeg dat hij komt, anders gaan we weg. En die dude zegt, ja wacht, we zijn echt bezig en dit en dat. En op een gegeven moment zegt hij, oké, weet je wat? Jullie gaan met ons mee. Ja, ze vonden ons gezellig en oké. Jullie gaan met ons mee. Wij naar de bovenste verdieping, aparte lift. Gingen we naar de bovenste verdieping, kwamen wij in zeg maar, een soort van suite waar die Chris Brown dan in zat, zeg maar. Ik heb in mijn leven nog nooit zo'n dikke suite gezien. Ja, 2 verdiepingen, een patio, fucking groot. En Chris Brown is daar. Ja. Dus wij denken, nou oké. Maar gaan we nog wel even langs de showroom? Ja, gaan we langs. Dus wij naar beneden. Die jongen is dus zogenaamd ziek, hè? Maar hij was helemaal fit. Hij stond daar met zijn meid, met zijn gasten. Ze hadden al gepopt, gedronken, alles. Dus wij met z'n allen in een bus. Oké, we gaan eerst eten. Dus ik zei, maar gaan we dan nog wel? Ja, gaan we. Eerst eten. Dus ze gaan in een soort van militaire operatie. Echt, ik zweer het. 3 busjes. Je gelooft het niet, hè? Parijs echt druk met auto's. 3 busjes, achter elkaar zo. Zo. Bam, er mocht geen auto tussen. Het was echt een militaire operatie gewoon. Wij komen bij het restaurant, boom, deuren open, wij met z'n allen naar binnen. Een of andere Italiaanse tent met goud op de biefstuk en weet ik veel wat. Wij zitten daar, zijn mattie zegt, doe maar cognac. Hij drinkt cognac, Chris Brown had geen honger. Deze man heeft zijn hele keuken, alles op tafel gestald. We zaten daar met 20 mensen, alles zat op tafel. Biefstuk met goud, pasta uit zo'n kaas, weet ik veel wat. Echt de gekste shit. Hij had geen honger. 15 minuten later, het eten stond nog gewoon warm op tafel. Hij zei, kom, we gaan. Oh. In diezelfde militaire operatie gingen we weer naar een club. En toen op een gegeven moment heeft hij ons gewoon echt geditcht. Toen waren we in die clubs, Stussyfeest, weet ik nog heel goed. En we kwamen naar binnen, handjes schudden. En, zeg maar, het was echt fucking druk. Dus wij kregen een tafel van hun hier. En zij kregen een tafel hier. Zeg maar. En wij waren gewoon een beetje enthousiast, een beetje aan het drinken, met elkaar aan het praten. En op een gegeven moment, ik ga naar het toilet, ik kom terug. Ik zeg, dude, ik zeg, volgens mij zijn ze weg. Maar je kan ook in zo'n club is het zo druk. Die gozer zat ook, hij zat de hele tijd zo. Ja, echt. En op een gegeven moment, ik zeg, volgens mij zijn ze weg. Ja. En niet naar de showroom geweest? Niet, nee. Luister, het was 5:00.